wij over CD&V spreken en over CD&V-politici, dan wil ik CD&V graag typeren als mensen, of een CD&V'er graag typeren als een mens die altijd op zoek is naar een wij-verhaal. Een CD&V'er zal niet op zeggen van ik ga dat doen en ik ga dat doen in de plaats van mensen. Of omgekeerd, jij moet dat doen en jij hebt dat gedaan of jij zou dat doen. Nee, CD&V zoekt naar gedragen oplossingen waarbij iedereen aan bod komt en waarbij we vooral een wij-verhaal willen schrijven. En dat uitzicht in kleine zaken, maar ook in grote zaken. Ik ga een paar voorbeelden geven. Een aantal jaren terug vroegen heel wat mensen in straten, in woonstraten, om speelstraten te kunnen inrichten. Wel, als CD&V hebben wij toen gezegd, oké, doe maar mensen, jullie nemen het initiatief, jullie nemen de verantwoordelijkheid in jullie straat, wij zorgen voor het materiaal, wij zorgen voor de reglementering. Het is een klein verhaal, maar een mooi wij-verhaal. Het tweede voorbeeld is de doorn in het oog van veel mensen in Oedelum, het huis Maas, die moet gerenoveerd worden. Wij hebben heel veel mensen horen zeggen dat daar een oplossing moet voor komen, dat het een mooi huis is en dat het moet gerenoveerd worden en mooi moet worden hersteld. Maar oplossingen aanbieden voor wat ermee moet gebeuren en wat daarin dan moet gebeuren, dat hebben we weinig of nooit gehoord. CD&V daarentegen, die heeft ervoor gezorgd dat wij een partner hebben gevonden voor de eigenaar die bereid was om daar een goede invulling aan te geven. De VZW Curando zal er een dienstencentrum inrichten. Wij hebben die mensen gecontacteerd en in contact gebracht met de eigenaar om dit te realiseren. En wij als gemeente zorgen ervoor dat daar recht tegenover een parking komt waar mensen op veilige manier hun wagen zullen kunnen achterlaten om het dienstencentrum te bezoeken. En een derde voorbeeld is misschien iets voor de toekomst, maar het staat toch voor de deur. De kerkgebouwen en de toekomst van de kerkgebouwen. Iedereen heeft er de mond van vol. Daar moet iets mee gebeuren. Die kerken kosten te veel, noem maar op. Wij als CD&V denken inderdaad aan de toekomst. Momenteel is het misschien nog niet aan de orde dat er een andere invulling moet komen voor de kerkgebouwen. Maar op termijn, we moeten realist zijn, zal die nood zich wel opdringen om daar iets mee te doen. Kerkgebouwen kunnen op termijn niet leeg komen te staan en zomaar worden overgelaten aan de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Wij denken dat zowel private instellingen als private personen mee moeten denken aan een toekomst voor de kerkgebouwen op lange termijn. En in dat verhaal willen wij als CD&V ook meestappen. Een gedeelde verantwoordelijkheid, zowel van de kerkgemeenschap, van de gemeente en van de individuele burger. Deernem kan er prat op gaan een echte sportgemeente te zijn. Sportpark Droombrood wordt binnenkort de sportieve draaischijf van onze gemeente, waar we de komende maanden de lang verwachte atletiekpiste zullen aanleggen, waarna ook de B-omloop of de loopomloop aangelegd wordt. We maken ook werk van het vernieuwen van de voetbalaccommodatie van Deernem. En met de nieuwe fitness die ingepland wordt, juist naast het sportpark, krijgen we een sportieve gebuur. Het is uiteraard heel belangrijk dat we de nodige aandacht besteden aan al onze sportparken om deze op punt te houden. In het bijzonder Sportpark Bargepark, waar we de komende maanden de buurt zullen informeren
om nodige ideeën te uiten hoe we het park concreet kunnen invullen. Zeker en vast komt daar ruimte voor tennis. Tennistrainen zullen eigen plant worden. Ruimte voor de scouts en misschien ook, waarom niet, rugby. Elke gemeente profileert zich rond iets. Je hebt de smaak, het design, het boek. Beernem wil zich profileren rond zorgzaamheid. Zorgzaam Beernem betekent eigenlijk echt wel een wij-verhaal. Wij hebben jaren geleden de handen in elkaar geslagen. Alle zorgactoren die in Beernem actief zijn, ik denk aan Vierveld, Sint-Amandus, Mariawende, Veldzicht, Termuiden, komen regelmatig samen en proberen het beste van zichzelf in te zetten ten bate van een goed zorgproject voor de hele lokale bevolking. Op die manier zijn we erin geslaagd om bijvoorbeeld een sociale kruidenier op te richten. Denk aan het notenkrakenverhaal, een sociaal restaurant, lokale dienstencentra enzovoort. Dit is onze oplossing voor een goede, hartelijke gemeente, een zorgzame gemeente. Dat is dat wij allen samen onze beste krachten daarvoor inzetten. In Oostveld gaan op dit moment belangrijke rioleringswerken door. Deze veroorzaken sowieso hinder. We kunnen er niet omheen. Maar we proberen deze hinder te beperken door gefaseerd te werk te gaan. In de volgende fase van de huidige werken sluiten we het afvalwater van Oostveld, Zeildonk en Pluimen aan op de zuiveringsinfrastructuur in Aalter. Nog nooit zal er in een legislatuur zoveel geld geïnvesteerd zijn in zuiver water. We gaan naar een zuiveringsgraad van 80%. Ondertussen hebben we ook reeds de Bruggestraat aangepakt. Na nieuwjaar starten we met de Seyselestraat, de Jippestraat. En momenteel leggen we samen met het studiebureau de laatste hand aan de plannen voor de rioleringswerken in Scherpestraat, Beernemstraat. De bovenbouw moet nog ontwikkeld worden, of de fietspaden die aan bod komen of gerealiseerd zullen worden, moeten nog uitgetekend worden. En dan in een latere fase zullen we ook werk maken van Akkerstraat, Bierhoutstraat. We zetten volop in op het herstel en de aanleg van veilige, vrijliggende fietspaden langs de Bruggestraat, de Seyselestraat, de Overleistraat, de Sint-Joriestraat, de Beernemstraat, Scherpestraat, de Akkerstraat, Beverhoutveldstraat, de Hoornstraat, de Beekstraat richting Moerbrugge, waar het rondpunt kan aangelegd worden ter hoogte van de Doorn,
en ook de fietsverbinding langs de Knesselaarstraat. Dat zijn belangrijke aspecten op het gebied van fietsmobiliteit. Anderzijds denken we ook dat het hoog tijd is om de nodige druk te zetten om het stationskruispunt van de Hubert-Diedewallestraat en de Wingensteenweg te vernieuwen. Er kan daar een rotonde komen of het kruispunt kan er uitgerust worden met verkeerslichten. En die verkeersafwikkeling zal een positieve invloed hebben op het drukke verkeer dat er momenteel rijdt langs de Wellingstraat. De Wellingstraat, de woonstraat waar de toegang van het sportpark gelegen is, wordt als sluipweg gebruikt tussen de Parkstraat en de spoorwegbrug. We zetten de nodige druk en overleg bij de bevoegde instanties om dat kruispunt aan te pakken. Mobiliteit, verkeer is een heel belangrijk gegeven in Beernem. Het mobiliteitsplan is in herziening. En ik nodig u uit om binnenkort ook open blad te lezen, want ook uw mening wordt gevraagd bij de herziening van het mobiliteitsplan. Zorg van Beernem is een wijverhaal. Een wijverhaal betekent dat de overheid, dat het OCMW, de motor moet zijn. Dat wij de aanzetten moeten geven, de bijsturingen moeten doen, middelen mee vrijmaken. Maar wij zijn niet degene die het welzijn op onze gemeente alleen kunnen realiseren. Dit is een wijverhaal. Dit betekent dat wij naast professionelen ook hard nodig hebben aan vrijwilligers. Dat willen we doen via een uitgebreide vrijwilligerswerking. Denk ook aan de wijkambassadeurs bijvoorbeeld, waar we in elke wijk, in elke buurt, iemand willen hebben die een zorgzaam oogje in het zeil houdt, die aanspreekbaar is voor zijn medemensen en die kortom ons wijverhaal, ons zorgzaam Beernem, wil helpen realiseren. Een belangrijk dossier voor Oedlem is de achteronsluiting van de gemeenteschool. Momenteel legt het studiebureau de laatste hand aan het voorontwerp dat binnenkort in de gemeenteraad zal voorgelegd worden. We realiseren aan de achterzijde een woonproject en we zorgen ervoor dat de school een nieuwe achteronsluiting krijgt en we zorgen er ook voor dat de gemeenteschool naar achteren toe kan uitbreiden. Het Industriepark Oost voldoet aan de verwachting van heel wat ondernemingen in onze gemeente. Wij stimuleren dat. 7 hectare nieuwe industriegrond waar een 30-tal bedrijven aan bod zullen komen en die zorgen voor nieuwe tewerkstelling. Wist je dat we in Beernem vele fantastische verenigingen hebben met ontelbare vrijwilligers en dat moeten we blijven ondersteunen? Wist je dat Beernem een hartveilige gemeente is? Volksgezondheid is belangrijk. 3 toestellen voor reanimatie hebben. Wist je dat het Beveroudsveld niet verkocht wordt, maar dat we het ter beschikking houden voor onze landbouwers? Wist je dat het OC De Kleine Beer 10 jaar bestaat, dat de initiatiefnemer André van de Velde was, ereschepen en ondertussen spijtig genoeg ons verlaten en dat Karin Janssens dat goed heeft voortgezet. Wist je dat Beernem een wijkgemeente is? Wist je dat je iedere woensdagmiddag terecht kunt in de woonwinkel of het gemeentehuis met al je vragen rond wonen? Wist je dat we een mooi nieuw schepenhuis krijgen in Oedelen met Diep? Wist je dat we ieder jaar in Beernem een geboorteboom planten voor de nieuwe kindjes? En wist je dat we een bijenvriendelijke gemeente zijn? Wist je dat we het huurcontract van Jeugdhuis de Noedel vernieuwd hebben, zodat de jongeren er kunnen blijven activiteiten ontwikkelen? Wist je dat we in Vlaanderen nummer 1 zijn met onze actie Kom op tegen kanker? Elk Beernems gezin koopt een bloemetje.
Wist je dat we als gemeente tussenkomen in leenabonnementen voor jongeren onder de 25 jaar